Deskundigheidsbevordering is een van de onderwerpen waar de vrijwilligerscentrale zich mee bezighoudt. We hebben dit jaar al geprobeerd om een aantal onderwerpen onder de aandacht te brengen. Ik kreeg een mail in mijn mailbox van de vrijwilligerscentrale dat er cursussen waren en met name deze cursus. Ik ben één keer eerder naar zo'n informatieavond geweest. Er was een onderwerp over social media. Aan deze avond heb ik veel gehad. Ik had eigenlijk meer het idee van die sociale media, dat is mijn eindeloze oude hoering. Maar nu heb ik echt een handvat gekregen. Ik heb geleerd dat je heel veel hebt om als vereniging op social media aanwezig te zijn. Je kunt een groot publiek bereiken. Als mensen het delen, dan komt het weer bij andere mensen terecht. Dus ja, groter dan dit kun je het eigenlijk niet hebben via social media. Ook de AVG-training hebben we aangeboden. Iedereen is bezig met privacy en de wetgeving die daarbij komt kijken. Op dit moment denk ik dat deze avond over privacy te kort is om daar echt diep op door te gaan. Dus ik kan me voorstellen dat een vervolgje op een verdieping heel interessant zou kunnen zijn. Mocht ik een onderwerp hebben of ons bestuur zegt we weten een onderwerp, dan contact ik onmiddellijk de vrijwilligerscentrale, want ik weet dat ze dan met mijn vragen aan de slag gaan. Dus ben je een vereniging of een vrijwilliger? Voel je vrij om je thema's aan te dragen, zodat ik die voor jullie weg kan zetten en we met alle verenigingen van de gemeente Moerdijk plezier kunnen hebben van de deskundigheidsbevordering die er voor jullie is.